De World Wildlife Fund, WWF Guyanese, heeft vandaag een tweedaagse workshop georganiseerd voor de lancering van een vierjarig project. De titel van het project is Bevorderen van geïntegreerd en participatief beheer van de oceaan in Guyana en Suriname, de oostelijke poort naar het Caribisch gebied. Het doel van het project is tegen 2020 de bescherming van de marine milieu en kunstgebieden van Guyana en Suriname aanzienlijk te verbeteren. Dit kan door de kennis over marine milieu te vergroten en een betere samenwerking met de oceaangebruikers. Verder wordt ook een overzicht van het project en het beoogde projectgebied gepresenteerd aan de belanghebbenden. Het vierjarig project is een samenwerking tussen WWF Guyanese, Green Heritage Fund Suriname, het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, met name de afdeling Dienst 's Lands Bos- en Natuurbeheer in Suriname. Volgens Lawrence Gomez, Suriname Country Representative WWF Guyanese, kan er niet genoeg informatie worden verstrekt over hoe belangrijk de oceanen zijn voor de mensheid. De meeste van ons wereldwijd leven aan de kust. 70% van totale wereldbevolking leeft vlak aan de kust. We weten met klimaatverandering oceanen stijgen. Dus hoe gaan we daarmee om? Is maar één vraag. Dat is ook voor ons in Suriname relevant en ook in Guyana heel relevant. Maar het is maar één voorbeeld van alle facetten van de oceanen. Het geeft ons ons voedsel. Het geeft een bestaanszekerheid voor vissers, voor vele anderen. En tegelijkertijd is het ook een bron van natuurlijke processen die zich op de oceaan erboven en eronder plaatsvinden. En dat allemaal is het natuurlijke proces van het leven dat ons voedt en ons economische voorspoed biedt. Dat is iets waarin we allemaal ons eigen perspectief hebben. Hier als stakeholders, als gebruikers van de oceaan en als liefhebbers. Dus bij deze roep ik u allemaal op om uw voortrekkersrol in deze te vervullen en die awareness te delen met uw directe omgeving. Lawrence Gomez, Suriname Country Representative WWF Guyanese. De World Wildlife Fund is vandaag begonnen aan een tweedaagse workshop voor de lancering van het vierjarig project Bevorderen van geïntegreerd en participatief beheer van de oceaan in Guyana en Suriname, de oostelijke poort naar het Caribisch gebied.